Na 6 maanden is het tijd om afscheid te nemen van de grootste auto uit onze duurteststal, de Citroën C5 Aircross. Nou, we reden er bijna 20.000 kilometer mee en je voelt hem al aankomen. Het is natuurlijk een geweldige reisauto. Met zijn 180 pk is hij lekker vlot en het comfort is natuurlijk onovertroffen. In de introductievideo die ik enige maanden geleden over deze auto maakte, vertelde ik dat ik wel verwachtte dat hij lovers en haters zou krijgen. Door zijn smaakgevoelige vering natuurlijk. Maar echte voor- en tegenstanders zijn er niet gekomen. Hij kreeg eigenlijk vooral veel lof en dan met name over de lekkere stoelen met die prachtige bekleding. En over lange reizen gesproken, er is met deze auto een historische trip gemaakt, want hij was namelijk onderweg naar de autosalon van Genève, die uiteindelijk helemaal niet doorging op het laatste nippertje. Maar in Zwitserland is hij wel degelijk geweest en hij heeft in de sneeuw gereden en daar zijn we in de weer geweest met het grip control systeem. Dat is de alternatieve vierwielaandrijving van deze auto. Maar die bleek uiteindelijk maar weinig toegevoegde waarde te hebben. Dus de 400 pop die je daarvoor kwijt bent, kun je beter in je zak houden, is de conclusie. Nou, sportief is deze auto natuurlijk geen zins, dus geen stoere verhalen over messcherpe besturing of bochten die je met duizelingwekkende vaart neemt. Maar hij is daarentegen helemaal niet log of dat hij zwaar aanvoelt. Deze auto maant vooral tot rust. En dat is niet in de laatste plaats door de automaat die echt op zijn dode gemakje zijn werk doet. Dat is echt wel een beetje een verbeterpuntje, want dat is niet de sterkste kant van deze auto. En over verbeterpuntjes gesproken, het multimedia systeem, wat overigens in alle PSA producten zit, ja, dat werkt nogal traag en dat is gewoon niet het beste wat er is. En ook de climate control die je via dat scherm bedient, ja, dat is iets waar we maar niet aan kunnen wennen. En dan schreeuwde deze auto natuurlijk nog om een vergelijk met zijn premium broertje, de DS7 Crossback. Die is een paar duizend euro duurder en de conclusie is dat het vooral de sfeer in de auto is die het grote verschil maakt. We vergelijken de Citroën C5 met een knapperend haardvuur in een blokhut, waar de DS7 toch vooral meer deed denken aan een strak vormgegeven hotelkamer. Dus ja, het is aan jou waar je dan de voorkeur aan geeft. Maar uiteindelijk reden we de meerprijs van de DS7 er niet aan af en kozen we dus mooi voor onze eigen C5 Aircross. Nou, en dan moeten we natuurlijk nog even de gebreken langs die zich aan deze auto hebben voorgedaan. Eigenlijk meteen al begaf het venstertje van de elektrische stoelverstelling het. En of dat nou ligt aan de kwaliteit van de auto of aan de grove blote mannenklauwen van mijn collega, dat laten we maar eventjes in het midden. Verder was er een probleempje dat zich op den duur voordeed hier bij het linker luchtrooster. Als je over de snelweg rijdt met deze auto en de wind die kwam van een bepaalde kant, stond die op de auto, ja, dan kreeg je een soort van ratelend, klapperend geluid. En op een gegeven moment was de auto toe aan zijn beurtje, dus toen hebben we hem bij Citroën gebracht, meteen de klacht doorgegeven over het ventilatieroostertje en daarna heeft het zich niet meer voorgedaan. Ja, en daar is het eigenlijk wel een beetje bij gebleven. We zullen het maar houden op aanloopprobleempjes, want verder heeft deze auto op ons echt een hele degelijke indruk gemaakt. En eerlijk is eerlijk, we zullen hem gaan missen.